Minister, en ieder aanwezig in het bijzonder, onze broeders en zusters, de inheemse broeders en zusters, hier op het onafhankelijkheidsplein, en we hebben net naar de toespraken geluisterd. En vooral voor voorzitter, voor organisatie, voor herdenking, voor inheemse dag. En natuurlijk is het voor ons bijzonder belangrijk. En we zien namelijk hoe de inheemse organisatie deze dag hebben ingericht. Starten met gebed. Starten met traditionele wijze aanbidden. Voor onze God, onze schepper. Het binnenhalen van de krachten. Voor onze God. Op een wijze waarop het heel duidelijk is. Dat onze inheemse broeders en zusters die traditie, het geloof, de cultuur nog levend hebben gehouden. Ook na meer dan 500 jaren en dat verdient respect. Dat we zien dat de voorzitter met een lobby, boel lobby, wordt de president binnengehaald. Mijn handen boel lusmi. Maar dat is wat er hier uitstraalt, de liefde voor elkaar. De liefde naar Suriname, de liefde naar alle Surinamers vanuit de inheemse groep. Maar laten we vandaag ook benadrukken de positie van onze inheemse broeders en zusters in het land. En als we vandaag mogen pronken in de wereld dat we een van de drie landen zijn die carbon negatief is in de wereld, ja dat zijn we. Maar dan is het ook dankzij onze inheemsen die langer dan 500 jaar onze bossen onderhouden, onze oerwoud onderhouden en dat ook in stand houden, waardoor we inderdaad vandaag zoveel credit points hebben, dat we een carbon negatief land zijn. Laten we dat niet vergeten, dat als we zuurstofverschaffer zijn naar de totale wereld, waar alle andere landen hun bossen hebben weggekapt, dat het onze inheemse zijn die ervoor zorg dragen, natuurlijk met onze Maron broeders en zusters, die het bos jaren hebben onderhouden. En daarvoor moeten we hen dat respect ook geven. Daarvoor moeten we ook hen die grani geven, maar daarvoor moeten we ook hen meer geven. We moeten hen die rechten geven. Voorzitter, it's just a matter of time. Maar je kiest de gronde rechten. Op een goede wijze geregeld. We hebben gisteren in het parlement vergaderd en de vicepresident heeft namens de regering aangegeven binnenkort komen met een nota van wijziging. En dat op Hisbi, dat gaat heel snel gebeuren. Dat we zo snel mogelijk de regeling hebben om de rechten van onze inheemse broers en zusters en de Maron broers en zusters goed te beschermen. Maar ik heb ook geluisterd naar de voorzitter en ook naar de voorzitter van de Nationale Assemblee. En als we kijken naar de positie van de inheemsen, ja, dan is er nog scheefgroei. Dan is het nog dat ze ondergewaardeerd zijn in alle opzichten. Dan is het nog dat ze ook voor wat betreft hun sociaal-maatschappelijke positie nog achtergesteld zijn. En het ligt aan ons als land, maar zeker mijn regering, ik als president, om daarin verandering te brengen. Samen met de inheemse organisaties en de groepen en het traditioneel gezag. Ik heb al leden van FITS en andere inheemse broeders en zusters al opgenomen in een presidentiële commissie om te zorgen dat die achterstanden structureel weggemaakt worden. En dat gaat ook gebeuren. Maar we luisteren ook dat er nog pijn heerst. Dat er nog leed is bij de inheemse groepen. Niet alleen als gevolg van historische gebeurtenissen, maar ook recente gebeurtenissen. Waar personen zijn omgekomen als gevolg van gewelddadigheid. Dat betreuren wij. Dat betreuren wij als regering. En wij gaan als regering op toezien dat er onafhankelijk onderzoek komt. En de procureur-generaal heeft al aangegeven dat ook te doen, dat alle aspecten onderzocht worden. Maar aan de andere kant
zie ik ook percepties, voorzitter, dat er misschien een andere houding is vanuit de regering of een andere houding vanuit de president naar de inheemse groepering. Laat mij dat vandaag wegmaken, dat het niet zo is.